knipperende koplampen die de politie uit... Oh god! Handen omhoog. Hey. Handen omhoog. Oh. Kut. Gaat rechtdoor. Knalt vol op mijn auto. Is gecrashed tegen een paal aan. Uitstap. Shit. Oké, dit gaat pijn doen. Hallo mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSPD4 en more. En vandaag ga ik op pad met de Touran 2011 en het oude politieuniform. Sorry. Ja, waarom niet de 2007? Omdat in principe de 2011 hadden ze ook nog de oude uniform. Er zijn genoeg foto's te vinden online waar ze dan net deze nieuwe hadden. De Touran, net nieuw. En dan vervolgens nog de oude uniformen. Maar ik denk dat ze toch wel de oude uniform tot 2014 zoiets hebben gehad. Als ik het goed zeg, dus dat betekent dat ze echt nog 3 jaar lang gewoon de oude Unie of deze Touran al hadden. Dus ja, vandaag dus oude uniform, oude Touran, oud vuurwapen. De Walter P5, ja, je ziet hem niet heel goed. Hij heeft wel maar 6 kogels, dat is echt irritant als we echt in een groot vuurgevecht zouden zitten. Voor de rest geen taser, want ja, die hadden ze vroeger nog niet. Een zaklamp en een wapenstok en een brandblusser, ja, shotgun staat er. Kan ik wel weghalen, maar op het moment dat ik weer in de Touran stap, krijg ik de shotgun weer. Dus meldingen staan aan. Voertuigcontrole kunnen we doen. Het wordt een zonnige dag. Het is lekker weer rond de tijd. Deze tijd van het jaar weet ik veel. Sommige slechte dingen. Nou, zoekverlichting is meer blauw dan wit. Maar goed. Het heeft een nieuw effect. Deze staat nog langzaam. Ik kom er nu achter. Oh, oh. Oh ja, ik had hem net nu ingespannen. Dit is de goeie. Hij moet gelijk met blauw staan, zoals je ziet. Gaat gelijk. Goed, wij gaan de straat op genoeg te surveilleren. Zoals jullie zien zijn er al witte stipjes op de kaart. We draaien maar meteen even om bij deze meneer. Wat jullie gaan zien vandaag is dat de collega's natuurlijk wel de nieuwe uniformen hebben. Ja. Ik ga het volgende kenteken voor u natrekken. Deal with it, zou ik maar even zeggen. Lima 016. Even goed gaan kijken, wat zit hier nou te doen? Is hij dronken of zo? Okay. Persoon laten we gaan. We gaan naar een persoon die rijdt onder invloed. Nu naar kan dus zo. Dankjewel. Persoon rijden onder invloed, links van mij parallel rijden we met een in een vrachtwagen zitten zien. Zeugdervolging ingezet, graag eenetjes erbij. Hoge snelheid, uit de bocht gevlogen, tegen een muurtje geknald, rijdt verder. Oh god. Vol tegen de muurtje geknald, staat stil, we gaan niet blokken, want hij rijdt gewoon door. Hij rijdt dus onder invloed, waarschijnlijk. Hoge snelheden. Tot ruim 120 in de uur, schat ik. Voertuig niet gerand, denk ik. Weer uit de bocht gevlogen tegen een vangrail, rijden verder, gaan rechtsaf. Wel vet, in de achterkant van de vrachtwagen, hoe kan hij sneller zijn dan deze Touran? In de achterkant van de vrachtwagen zie je 2 stipjes, nu zie je ze, nu zie je ze, nu zie je, dat zijn de knipperende koplampen. Die zie je dus wel echt, oh, weer uit de bocht gevlogen. Zie je? De knipperende koplampen die de politie uit, oh god! Uitstappen, handen laten zien. En liggen blijven. Sta eerst maar even op, even voorbij komen en dan weer gaan liggen. Wat je in je handen houdt. Als ik nu naar links kijk, ben je dan tegen mijn Touran aangereden? Ah, oh nee, je bent dat. Ik ben aangehouden, niet om verplicht in recht op een advocaat. Als we zeggen, nou nee, dat is Amerikaans. Ja.
kun je die niet veroorloven krijgen, dat is toegewezen van het Openbaar Ministerie. Dan moet je altijd even, sommige mensen zeggen dan, alles wat je zegt zal en kan tegen je gebruikt worden in een rechtszaak, maar dat is Amerikaans. Dat is everything you say can and will be used against you in the court of law, zoiets. Dat is allemaal Amerikaans. Goed. Hey, cheesestick, watch it. Good day. Get closer to the paddock, ik vond het best close. Ja, hij wordt even opgehaald door de Kamar. Vraag me niet waarom. Nee, niet tegen mijn toegang. Dat is toch een mevrouw. Nou, wij hebben het er afgebracht zonder al te veel schade. Hoe hard rijden we? 15 of zo? Hoe hard mag je? 30. Oeh, die wordt gezocht. Dus gaan we aan de kant zetten en een BTGV uitvoeren. Zeg graag eenheid erbij van BTGV. Meerdere collega's te plaatsen bij me voor de BTGV. Je spreekt de politie, uitstappen, handen omhoog. Handen omhoog. Hey. Handen omhoog. Naar achter lopen. Ja, liggen. Knieën en liggen zeg ik. Oké, okay. Goed. You don't want to get me mad, got it? Calm down. Oké, okay, collega aanhouden toevallig. Nee, okay. Over een zitter van het voertuig, kom naar buiten met je handen omhoog. Handen. Ze zijn waarschuwingsschoten gelost. Oké, okay, liggen blijven. Mevrouw, ik ben aangehouden. Niet antwoord verplicht, gewoon gezocht. Collega even fouilleren. Dat is verhoord. Knieën daar. Niemand meer aan het voertuigje. You moron. Kijk, meneer, ik ben aangehouden. U zat ook in een voertuig, dus we gaan even uitzoeken of jij toevallig de eigenaar was. Een collega vraagt om uw assistentie. Dat is verhoord. OC, even kijken. We moeten eigenlijk nog HB zeggen. Vroeger was HB. Goed, dat. Ja, daar gaat mijn controller. Ja, sorry. Als mijn controller valt, druk ik alle knoppen tegelijkertijd in. Nu ga ik rennen. Nou, HB 1201. Twee personen aangehouden na een BTGV. Waarschuwingsschoten gelost. Voertuig afgesleept, personen meegenomen. Wij gaan weer met vervolg over. Nou, dus één persoon aangehouden na, of ja, twee personen aangehouden. Eigenlijk hoeven we er maar eentje van te hebben. Omdat hij zo langzamer rijdt. Deze rijdt ook wel zo langzaam. Nou, we hebben nog die dingen aan staan. Dus de vraag natuurlijk van waarom rijden ze zo langzaam? Rijden ze zo langzaam? Omdat ze juist niet willen opvallen. Omdat ze worden gezocht. Net zoals deze, nou, zijn rijbewijs is verlopen. Dus hij zal waarschijnlijk gewoon zeer netjes rijden. Omdat zijn rijbewijs is verlopen, dus hij wil geen stopteken. Maar het is maar net de vraag van, val je meer op omdat je te langzaam rijdt? Of als je gewoon normaal rijdt en misschien wat te snel of zo. Stop voor staat uit, hij volgt nog wel. De vraag is alleen of we hier kunnen gaan stoppen. Hier op de stoep maar even.
kantje. Oh wacht, ja, hij stopt vanzelf natuurlijk. Hallo. Hey. Ryan, rijbewijszing. Dit was Jan, 2000. This scene is out of hand. 2011-2000. Bijna 18. Nou ja. Nee. Oké. Okay. Someone sort their shit. Moment, ik kom zo bij terug. Ik wil even de bijrijder. Hallo mevrouw. Mag ik even een ID zien? Stel dat is de moeder, 1993 is. Ja, dat kan. Je moet geloof ik... Nee, wacht, 27 moet je zijn. Zij mag niet rijden zonder begeleider. Want ze is nog geen 18. Dus je mag wel rijden als je 17 bent. Even googelen snel. Begeleiders, pas. Minimaal 27 jaar oud zijn. Uit 1993, dan ben je geen 27 jaar oud. Dat betekent dat zij dus rijdt. Eigenlijk zonder rijbewijs. Want ze mag wel rijden, ze heeft een rijbewijs, maar ze moet er een begeleiderspas bij hebben. De persoon naast haar is ook nog geen 27, dus zij kan nooit de begeleider van haar zijn. Dat betekent dat u in ieder geval een bekeuring krijgt voor het rijden zonder rijbewijs. Want daar valt hij onder als ik het goed zeg. No license zal hier vast wel staan. Ah, hier. Goed, die is pittig duur. En het voertuig wordt in beslag genomen. Dat gaan we dan wat ver. Ja, seize vehicle. Dus ik laat hem wel gewoon staan, maar jullie mogen niet verder rijden. Ja, mevrouw naast u mag gaan rijden. En dat weet ik allemaal, omdat ik het zelf ook heb gedaan. Ik heb altijd netjes met een begeleider van mij. Ik had er 3 geloof ik altijd met een begeleider naast me gereden en nu hoef ik het al ook niet meer. Maar ja, ja, het moest dus wel. Zij gaat iemand bellen waarschijnlijk en wij rijden gewoon verder. Het voertuig wordt nu afgesleept omdat dat standaard hoort bij, hoe heet het? Ja, ze moest sowieso uitstappen, dus maar niet zoveel uit. We gaan eens de villa wijken uit. Dat is verhoord. Oh, kut. Oké, we hebben iemand aangereden. Omdat ik wilde remmen en zoals je al wel zag, hij ging alle knoppen indrukken. Dat was mijn controller. Oké, dus de persoon neergeschoten. We gaan snel het gebied hier veilig stellen voor de ambulance. Het verkeer even regelen. We staan niet heel handig, maar goed, we staan richting verkeer. Verkeer kan er wel langs. En hier veilig. De persoon is... Persoon is overleden. Dus we gaan een begrafenis ondernemen hier naartoe laten komen. Forensische opsporing of wie dan ook. Neergeschoten hier dus midden op straat. PD wordt ervan gemaakt. Maar die gaan we niet de hele video nog houden, de PD. Nou, even kijken wat er nu gebeurt als ik mijn controller weer pak. Kan zijn op het moment dat ik maar één controller knopje indruk. Tot hij alle knopjes weer gaat indrukken. Nou, in ieder geval. Oké, mooi. Maar oké, ik zag dus de slachtoffer pas heel laat liggen. En toen ik wilde remmen, zag je tot mijn beelden weer zo ging staan. En tot ik opeens allemaal knopjes indrukte. Sirene weer aan. Maar om niks uit, we zijn inzetbaar. Wederom. En kijken wat de dienst ons nog gaat brengen. En
Binnenkort zullen we nog een ander oud voertuig pakken samen met de uniform. En we gaan dan weer langzaam richting dag 200. Het is geloof ik dag 198, hè? Of zoiets. Ik moet altijd even tussenin plannen. Ja, dat is een beetje plannen voor mij altijd natuurlijk. Dus aan de ene kant kan er zomaar een ander videootje tussendoor komen en is dit niet 198 maar 199, of valt er iets weg en is het niet 198 maar 197. We hebben een verdacht voertuig. Oh, gaat er vandoor. Oké. Een stuitervolging, motorrijder zonder helm en zonder kentekenplaatsen te zien. Heeft uitloop. Hoge snelheden. Tegenverkeer en ja, wij niet ook even. Voertuig is niet gekruist. Je knalt toch wel echt op die Volvo geloof ik, hè? Nee, geen kenteken meldkamer. Het recht door, knop vol op een auto is gecrashed tegen een paal aan. Dat kan met spoedambulance, persoon waarschijnlijk overleden. Zullen we de brandweer naartoe voor de schade overal. Oké. Persoon rijdt opeens rechtdoor. Daar bij het stoep. Ah, nu doe ik het daar. Ik ben zo gewend in 5M, in de clan, in de roleplay, kun je met B wijzen. Dus ik was alweer aan het wijzen richting, of ik wilde wijzen richting recht voor mij. Dan knalde hij op de stoeprand. Geen rechtdoor knallen op een auto die ze tevens verloor. Valt hier en knalt vol tegen een paal aan zonder enige bescherming. Ging echt hard, dus die is gewoon morsdood. Die zal inwendige bloeding hebben, alles gebroken wat hij maar kan hebben gebroken. Hallo hond. Ja, de ambulance en de brandweer gaan het bekijken, want het ziet er niet goed uit. Motor recht, geen kenteken verder, ook helemaal niks. Wordt gereanimeerd. No, this one's gone. Nee, overleden. Bevestigd door de ambu, zal ik hem maar even noemen. This is starting to get to me. Graag deze melding is en dat ik zou op RAF nummer naar mij in te plaatsen over. Oké, okay, cheese en weg hier. Attention all units, we've got a traffic alert in Little Seoul, units respond code 3. Dat is weer die ene melding waar je dan vervolgens naar de Los Santos Customs moet gaan. Omdat daar de eigenaar van de rem heeft geblokkeerd of gesaboteerd. En dan gaat hij er vandoor en dan moet je hem aanhouden. Standaard dus. We gaan voor de laatste melding van vandaag. En we gaan de persoon zijn met die wordt gezocht voor een aanval. Assault with a deadly weapon. Dus we gaan ervan uit dat hij een vuurwapen draagt. Die zou hier rijden. En is gespot met de ANPR camera's. 12-01, dat is 12-01. Dus we gaan zo meteen een beter gevecht uitvoeren. Wederom.
goed is verdwijnen die auto's zo meteen. Nee, we zijn niet klaar. Niet uitstappen. Oh, gaat er vandoor. Volvo Ghana. Ja, het heeft te lang geduurd en hij heeft ook nog vriendjes erbij gehaald die hem nu gaan beschermen. Fuck jullie. Ik ga even achter de verdachte aan. Oké, SC, OC, HB, spoedassistentie, we worden achterna gezeten door handlangers van hem, die op ons schieten. Over. Zit uit, zit uit, zit uit, zit. Laat, laat. Maar 6 kogels, hè? Dit is toch vreselijk irritant. Oké, en door. Die hebben we. Nu liever gewoon nog de achtervolging. Nee, is hij weg. Shit. Oké, we krijgen de verdachte niet meer te pakken door een zeer gefaalde BTGV. Echter de personen die hem neer, die ons neer wilden schieten, die gaan er nu vandoor. Dus we gaan met zeer hoge snelheden daar naar achteraan. Die rijden namelijk hier. Snel, hij moet er even uit. Blijft de sirene aan, we zitten in achtervolging van de verdachte. Eén collega vraagt om assistentie. Oh, ik ben flink geraakt ook. Ja, ik heb geen kogel weer aan het vest geloof ik bij dit uniform. Of ja, dat kan ik niet zo snel klaarzetten. Of krijgen. We gaan... Uitstappen. Shit. Oké, dit gaat pijn doen. Dit doet pijn. Even opstaan, even bijkomen. Hoi, ik hoef je niet aan de kant te hebben. Hè. Ik had je gewoon een stopteken gegeven. Wim is gewond, maar Wim wil doorgaan. Wim is strijder. Deze moeten we pakken. Mijn game vindt het echt niet leuk allemaal. We gaan inboxen. Of proberen. Aan de kant iedereen. Hou hem van de snelweg af alsjeblieft. Nee, trouwens, het is gebruikelijk dat je hem op de snelweg probeert te houden trouwens. Dat is veiliger dan binnen de bebouwde kom. Oké, deze toeram kunnen we binnenkort gaan inleveren. Of na de dienst gaan inleveren.
om te laten vervangen, want die is helemaal kadoek. We gaan maar gewoon rammen, hij moet echt kappen nu. En hij heeft al op me ingereden, over me heen gereden. Dus nu is het klaar. Laat de collega's even voor, die hebben inmiddels een snellere Touran en eentje in betere staat. Maar wij hebben weer snelheid kunnen maken. Collega, als we ons niet meer zien omdat ik mijn auto in de loop in de kapot rij en zelf ook kapot ga, het beste ermee. Daar ging geloof ik een band voor mij. Ik laat hem gewoon duwen en... Denk je je video een beetje op tijd af te ronden, ben je nog 20 minuten bezig met een achtervolging. Een vrachtwagen, doe nou niet. Nu ben ik er echt helemaal klaar mee. Uitstappen. Handen laten zien. Ik ga niet nog eens rennen. Goed, waarschuwingsschot gelost. We hebben al meerdere gelost liggen. Wat heb je achter aan je auto hangen, joh? Ah, dat is gewoon een bladje. Oké, dit mogen we heel mooi gaan uitleggen aan de baas. Mensen, bedankt voor het kijken. Ik zie jullie graag over 2 dagen bij een nieuwe video. En over een paar dagen aflevering 200. Nog geen idee wat ik ga doen. Als jullie deze video zien, heb ik inmiddels wel een idee gehad, denk ik. Tot de volgende, doei!